Oké, dus weer eventjes een kleine geschiedenisles. Deze muur is behoorlijk hoog, zou ik maar zeggen. Het is geloof ik een van de hoogste tempelmuren van Egypte. En dan vraag je misschien af hoe ze die blokken helemaal daarboven hebben kunnen krijgen. Het is op zich uiteindelijk niet zo moeilijk. Wat ze deden was bouwen een gedeelte van de muur. En dan gooi er een soort van oprit tegenaan. Van kleien, stenen en zo. En dan bouw je de volgende laag. Nou, dat zie je hier dus nog. En nou, daarmee weer een mysterie opgelost, zou ik maar zeggen. Hoe kunnen Egyptenaren 4000 jaar geleden een muur maken van zo dik? Zonder de hulp van ketenpillen. Want ik denk dat we wel mogen aannemen dat er op dat moment nog geen ketenpillen bestonden.